En welkom bij een nieuwe video. Het is vandaag woensdag, het is 8:30 en ik heb vandaag een vrije dag. Dus ik heb net ontbeten zoals jullie hebben gezien en nu ben ik klaar om naar de eFit training te gaan. Ik weet nog niet of ik een actieve of een passieve heb vandaag, maar dat zie ik straks wel. Dus ik neem jullie heel graag mee in een vrije dag in mijn leven. Alright, ik ben hier bij de eFit. Ik heb vandaag de passieve training, omdat ik gisteravond nog Pilates heb gehad, dus dat was ideaal. Dus ik lig hier volledig ingepakt met een leuk muziekje op de achtergrond. En dus door dit pak dat ik aan heb, geeft elektrostimulaties, waardoor zelf zonder dat ik nu echt aan het trainen ben, dat ik toch mijn spieren aan het, die zijn echt aan het werken. Dus dat is gewoon mijn buikspieren, bilspieren, armspieren. Het is allemaal goed voor. Dus ik ga hier 20 minuutjes liggen. En een beetje relaxen ook. Nu dat hij niet actief is. En dan ga ik straks doorrijden naar Temse om pakjes te maken. Ik ben terug thuis en ik heb twee pakketjes aangekregen. Eén van Steve Madden en één van ASOS. Van Steve Madden had ik eigenlijk vorige week ontvangen. Super mooie pumps waren dat, die ik ontvangen heb, maar die waren een maat te klein. Dus nu is dat een maatje groot. En ik heb zelf een bestelling bij ASOS geplaatst, omdat ik iets gezien had dat ik er kei leuk uitzag en dat ik heel graag wil hebben. Dus ik ga er even unboxen. Oké, ik heb besteld een witte pet van Puma. Ja, ik moet natuurlijk wel mijn haar lossen, dat is mooi. Ik wil graag eens een witte pet hebben voor de zomer. Oeh ja, deze. Ik hoop echt dat deze heel mooi gaat zijn. Ze hadden mijn maat niet meer, dus ik heb een maatje groter moeten nemen. Maar het is zo'n oversized hemd die je als jurkje kan dragen. En ik vond die zo leuk. Dus ik ga die even moeten passen om te zien. Ja, nee, ik denk dat dat wel... Het gaat wel oversized zijn, maar ik denk dat dat tof gaat zijn. Dat straks passen. Dan heb ik ook een soort lentepyjama gekocht. Omdat een beetje een lichter storm, dat ik eigenlijk vooral zo joggings draag om te slapen voor het moment. Oh ja. Ja. En het zo het oud roze een beetje. Ja, denk ik nu niet dat je iets verkeerd mee kunt doen. En dan heb ik nog één wit topje gekocht. Omdat, ja, dat is heel makkelijk te combineren. Gewoon zo een wit topje. Dus voilà, ik ga het eens passen en ik hoop dat het allemaal past. Oké, dit is het eerste topje. Ik heb nu wel mijn sport-BH aan, hè, dus dat moet je wegdenken. Maar het heeft wel hier zo... Een soort inhammetje zo langs beide kanten. Dus ik vind dat wel sexy, moet ik zeggen. Ik vind het wel leuk. Ik vind het wel mooi dat het zo hier overkomt. En dan langs de achterkant zo een beetje korter. Ja, ik vind dat wel een leuke. I like it. Zo, dit is het topje van die pyjama. Dus voilà, zoals ik dacht, dat past. Ik ga de broek nu zelf niet passen. Dat gaat wel in orde zijn. Dus voilà, gewoon een simpel pyjamaatje. Oké, dit is het hemd, maar het enige jammer dat ik vind hem wel echt tof, maar op de foto leek het echt dat je zelfs jurk kon dragen, maar dan is het echt wel
aan de korte kanten. Ik heb er nu nog gewoon mijn jogging onder. Of je zou het zo iets onder moeten aandoen. Dat je het zo kunt dragen en dat het lager valt of zo. Ik vind het wel echt tof. Ik vind dat ook heel tof om gewoon te hebben voor in de zomer. Als je in je bikini of badpak op het strand loopt. Om er gewoon zo een hemd, een oversized hemd boven te doen. Dus ik vind hem sowieso super tof. Maar ik ging hem anders combineren dan ik nu in gedachten had. Allee, dit komt iets korter dan ik had gedacht. Maar ik vind het nog altijd wel een topper om te hebben. Dus ik ga alles houden, want ik vind het allemaal leuk. En voilà, dan ga ik nu nog mijn schoenen open doen. Ja, dit zijn ze. Ik vind ze echt, super mooi, super elegant, heel mooi. Ja, heel fijn. Ik ben er echt heel blij mee. Happy cadeau! Ik ga nu lunch maken. Oké, voor lunch ga ik een overschotje eten van gisteren. Dat is hier. Wacht, hè. Ik heb gisteren echt zalig lekker bloemkoolsteak gemaakt met bloemkoolpuree. En je hebt letterlijk één ingrediënt nodig en dat is één bloemkool. En je snijdt die allemaal in stukjes. En ja, ook in het midden pak je dan zo één groot schoon stuk. En je doet dat allemaal op een bakplaat. En de steak zelf heb ik gedaan met een klein beetje agavesiroop en ras el hanout gemengd en erop gedaan. En dan de andere bloemkool heb ik ook op een bakplaat gelegd. En gewoon een beetje olijfolie, peper en zout. Dat 20, 25 minuten in de oven tot het gaar is. En dan heb ik alle bloemkolen in de mixer gedaan, gemixt. Een beetje edelgistvlokken bijgedaan, een klein beetje vegan kaas. Ook een heel klein beetje plantaardig melk. Gemixt, peper en zout. Ik heb een keigoeie puree. En daar zitten geen aardappelen, geen koolhydraten in. En dan heb je daarnaast nog je steak. Die echt heel lekker pittig is door de agavesiroop en de kruiden. Dus dat ga ik eten, maar het is een klein beetje te weinig. Dus daar ga ik nog een klein slaatje bij maken met tonijn, denk ik, vandaag. Ziezo, dat is de lunch. Dus hier mijn puree. Ik heb nog een slaatje bijgemaakt. Slaapkomkommer, tonijn en een dressing van vegan yoghurt. Met knoflook en limoen. Dat ga ik eten. Smakelijk! Ik ga ook ondertussen alles klaarzetten voor een giveaway dat vanmiddag online komt. En ik heb een paar opmerkingen gekregen van kleine dingetjes die moeten veranderen. Dat is een samenwerking met het bed van Swiss Sense. En zij doen een giveaway met allemaal hele leuke. En het is echt goed. Een roomspray, een geurkaas. Dat ruikt super lekker. Een dekbed krijgt de winnaar. En ook een sierkussen. Dus en het is allemaal heel mooi. Dus ik ga dat een beetje aanpassen, de opmerkingen. En dan kan dat vanmiddag online. Dus dat ga ik nu doen. Terwijl ik lunch. Alright, ik heb alles gedaan dat ik moest doen. En ik ga mij nu klaarmaken. Het is nu 12 uur. Ik ga me klaarmaken omdat ik eerst naar de Albert Heijn nog wil gaan. Omdat ik vanavond uit mijn nieuwe kookboek wil koken en nog wat ingrediënten nodig heb. En daarna ga ik naar de kapper. Omdat er een aantal extensions moeten uitgehaald worden omdat ze iets te laag zitten. Dus eerst naar de Albert Heijn, amai. En dan ga ik doorrijden naar Ronse, want daar zit mijn kapper. Dus ik ga me een klein beetje fatsoeneren, iets anders aantrekken dan een joggingspak. En mijn tanden poetsen, een klein beetje make-uppen en dan kan ik vertrekken. Alright, ik heb mij een beetje klaargemaakt, een klein beetje make-up opgedaan. Ik ben klaar om te vertrekken, dus naar de winkel en dan naar de kapper. Ik ga nog even mijn outfit laten zien. Ik wou toch zo een fel leuk kleurtje omdat het zo mooi weer is. Dus ik heb zo een fel blauwe broek aan. Ja, mijn schoenen moeten niet opletten. Dat zijn nog mijn sletsen. Ik heb zo een truitje aan met zo wat allerlei kleurtjes in. En deze jas komt van onze webshop. Die is, die komt vrij lang. Je kunt die eigenlijk ook als kleedje dragen, als een jeanskleedje. Maar ik draag hem graag als jas open. Vind ik wel een leuke look. Dus voilà, ik ga vertrekken. Alright, ik ben dus in Ronse. Ik ben te vroeg, een half uur. Dus ik dacht ik ga wat winkelen. Maar ik vind hier geen fucking winkel. Dus ik ben nu op weg. Ik ben nu de kerk aan het zoeken. In de hoop dat daar wat
winkels zijn, maar tegen dan gaat het zijn, dus ga ik gewoon naar de kapper moeten. Maar ondertussen ontdek ik rond een beetje. Zo, ik ben terug van de kapper. Ik ben super blij met de brushing en het is proper gewassen. Ik ben al klaar voor de opnames morgen. Dus zeer, zeer blij met het resultaat. Het is terug lekker gezond en ja, zeer blij mee. Ziezo, ik ben terug thuis. Oh, ik ben zo blij met mijn haar. En ik ben nu een soepje aan het maken. Met pompoen en pastinaak en zo. En dan ga ik ook nog aan het avondeten beginnen. Maar kijk, het is 4:30 en ik kan nu op mijn gemak eten maken en daarna ga ik een beetje chillen. Oké, vanavond maak ik dit gerecht. Geroosterde wortel en pastinaak. En het is, van die schaap. Ja, met een dressing die je er moet over doen. En ja, het ziet er yummy uit, dus ik ga dit maken. De was gedaan, net eten en ja, ik weet niet of ik het nog gefilmd heb, het eindresultaat, maar het was wel zeer lekker. Ik heb mijn nieuwe pyjama aan, is lekker zacht en ja, ik ben er wel blij mee. Ik ga me nog ontschminken nu en dan, het is 7:30 ondertussen en dan gaan Tom en ik in bed een serietje kijken. We zijn momenteel naar Succession aan het kijken en ik vind het wel echt goed. Dus we gaan daar nog een beetje naar verder kijken en dan op tijd gaan slapen, want wij moeten er alle twee vroeg uit morgen. Dus voilà, dat was zo'n beetje mijn dag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om het mee te volgen en ik zie jullie graag in een volgende video terug. Dikke zoenen!